in de eerste wedstrijd 20. Dus de vraag is of hij wat meer gaat scoren of dat hij puur verdedigend bezig zal zijn. Miscommunicatie tussen Rutherford en Collins. Dan flirt je met een eerste kwart in de enkele cijfers. En help je Donar in het zadel. Maar hier toch dat probleem. Is mooi doorgestapt. En one. Geen goed nieuws voor Leiden. 7 tegen 16. Maar die doorstap van Mounts is natuurlijk prima. Rock'n'roll in de 5 mijl. Leiden natuurlijk goed eindigde dat eerste kwart. Twee drietjes en het is gelijk. Hammond, attack, attack, attack. Klappe bal met links. Maar let natuurlijk ook op Gallifors. En ja, Leiden weer in de problemen. Omdat Hammond er nu op staat. Echt match-up problemen all over de court voor Leiden. En goed gepaast. En slam dunk. Posterized daar Luc van Bree. Goeie. Die heeft ook 3 fouten. Heel goed gedaan. Pas op 18 Marijn. Gaat weer diezelfde kant op. En nu is het Hammond. Moeilijke bal hoor. Heel knappe lay-up onderlangs. Goed gerold, slam dunk. Oli Semeka slaat er nog bijna in om lopen te maken. Stond er een beetje te twijfelen, helemaal vrij. Martin, Groningen is de derde kwart aan het winnen. En dan hier een drive van Branches voor help. Enigszins. Gooit hem over de ring heen. Maar dan is er Riemann aan de andere kant weg natuurlijk. En hier uitgebokst, maar niet voldoende. Mans, oh, doorgedunkt. Pieter Oli Semeka. 2 misses van Oli Semeka. Wel de goede man op de lijn gezet. Oh, waarom neem je de 3 punten niet? Dan wordt het van Bree. Valt goed. 11 punten. Gaat redelijk goed zo te zien. En dan wat druk gegeven. En dan nu beter opgelost dit keer door Donar. En dan maakt hij fout. Maar een fout. Oh, de steal nog beter door Kruithof. Oh, geen fout op Ververs. Bal bij Van Bree voor 3. Goed. 6-point game. Bijna die 3 punten ongedaan gemaakt van Van Bree. Was wel een knappe bal natuurlijk. 10 punten voor Luc Van Bree. Gaat hij weer. Weer voor 3. Ze hebben niet per se een, ze hebben 2 scores nodig. Hoeft niet per se een 3 punten te zijn. Van Bree weer. Ja zeg! En een fout, en een fout, en een fout. Ongelooflijk, Martin. Jij begon op de 6 punten in 22 seconden. En Luc van Bree, is het is geen 2 shots denk ik, geen balbezit. Mounts krijgt de fout tegen, ik denk, Rutherford. Ja, rebound fout. Dom van Mounts was totaal niet. Maar kan die cool blijven? Zelfs de pure schutter van Bree miste er net eentje. 2 pleisters voor Rutherford. Gaat hij 1 keer scoren? Het is gelijk. Rutherford. En de tweede gaat er ook in. Catch and shoot, geen fout. Catch and shoot of niet. Catch and shoot of niet. Bal is mis. Bal is mis. Raakt de ring. Leiden is kampioen. Leiden is kampioen. Ongelooflijke comeback van Leiden. Ongelooflijk.